Hartelijk welkom bij Studio ADO. Komend weekend komt ADO Den Haag voor de competitie niet in actie. Wel een aflevering van Studio ADO. En we prijzen ons gelukkig dat we in de studio aanwezig hebben de directeur van ADO Den Haag, Natasja van Ginsen, admiraal. En daar gaan we uitgebreid mee praten. Natasja, hartelijk welkom. Dankjewel voor de uitnodiging. Je vindt het goed als we elkaar tutoyeren, neem ik aan? Graag. Oké, goed zo. Voordat we echt gaan praten over ADO Den Haag, toch even in een nutshell. Kijken we even naar jouw loopbaan. Begon, opleiding, lichamelijke opvoeding. Daar zie je al, sportief type. Sportacademie, ja. Klopt. Toen ik heel klein was, wilde ik eigenlijk het leger in en al die mannen drillen. Daarom ben ik uiteindelijk de sportacademie gaan doen. Ja. Nooit ambitie gehad om leraar te worden, maar ik vind het wel een heel mooi vak. En 3 jaar met heel veel plezier gedaan. Ja, want als een academie word je natuurlijk gymjuf, of beter gezegd docent lichamelijke opvoeding. Maar het was duidelijk, het was niet je eindstation. Nee. Wel met veel plezier gedaan. Ook veel van geleerd, hè, hoe je met groepen mensen omgaat en de dynamiek en de pedagogiek. En hoe je mensen, of in dit geval veel kinderen, aanstuurt. Maar na 3 jaar uiteindelijk de master van Johan Cruijff gedaan, in international business. En toen de kant op gegaan die ik eigenlijk wilde. En dat was meer de commerciële kant. Ja, goed. Je hebt op een gegeven moment de Johan Cruijff Instituut. Daar heb je ook je internationaal sportmanagement gehaald. Ja, dat is duidelijk dat je in die richting ook verder wil. Ja, klopt inderdaad. En toen ben ik bij PBN terechtgekomen, sportevenementenbureau. Daar werkte ik al vaak toen ik wat jonger was als buitensportinstructeur, klimmen, mountainbiken, dat soort zaken. En toen kwam ik daar op de salesafdeling, dus organiseren van evenementen, verkopen, veel klantcontact. Ja. Hele andere dingen weer geleerd, ook een geweldige tijd gehad. Ja, want dat is een bedrijf wat probeert door sportactiviteiten een beetje mensen bij elkaar te krijgen. Hè? In de nutshell zeg ik het misschien wel goed. Daar komt het eigenlijk op neer. De verbinding zoeken door met elkaar in beweging te komen. En dat deden zij door in Oostenrijk door skiën, snowboarden. En in België met alle buitensportactiviteiten. Maar in Nederland hadden ze ook een paar locaties. Ja, nou goed, daar heb je nu heel veel ervaring op gedaan. Maar niet alleen dat. Want ik geloof dat je man hebt leren kennen daar zo. Klopt, inderdaad. Ja. En toen was het redelijk duidelijk of jij eruit of ik eruit. Ja, toen is hij gegaan. Oké, dat is heel duidelijk. Maar goed, wat dat betreft, je bent daarna ook nog in Zwitserland gewerkt. Hoe kom je dan ineens in Zwitserland terecht? Ja, ik wilde eigenlijk altijd wel de voetbalkant op. Hè. Dus als je een sport mag kiezen, dan kies je het liefste sport die je zelf beoefent. En in de voetbal kan je natuurlijk ook werken. In veel andere sporten zijn ze niet zo gelukkig daarmee. Ja. En ik kreeg die kans. En in Zwitserland was een sportmarketingbureau. Die verantwoordelijk was voor allerlei clubs en spelers. En voornamelijk voetbal in Europa. En in Nederland toen de tijd PSV en Feyenoord. Ja. Dus daar werd ik toen voor verantwoordelijk. En vloog ik elke maand op en neer, zeg maar. Ja. Dat was ook een beetje te combineren met het thuisfront. Want die moeten daar wel achter staan natuurlijk. Ja, dat was prima. Ja, zeker. Zeker. Goed, daarna KNVB, de campus. Ja. Dichter bij huis. Ja, dat is denk ik een mooie gelegenheid om met name ook hier in Nederland veel meer mensen te leren kennen. Ja, zeker in het sportwereldje. Was niet echt dicht bij huis in zoverre dat Haarlem, Zeist in de file toch wel vervelend lang is. Maar goed, ook bij de KNVB is een hele mooie werkgever. Nou, we hadden het net voor de show al eventjes over. Een hele mooie werkgever om voor te werken. Veel mensen leren kennen. Met veel plezier dat opgezet daar. Dat was toen de nieuwe campus, hè, zoals we hem nu kennen. Ja. Toen nog letterlijk met de bouwhelmpjes op de eerste afspraken gedaan. En en toen stond dat. En toen was daar de uitdaging ook wel een beetje weg, moet ik eerlijk zeggen. En toen was even de focus op thuis. Want toen raakte ik zwanger van ons dochtertje. Dus dat was wel lekker dat ik dan niet meer 2 uur heen, 2 uur terug hoefde te rijden op dat moment. Toen kwam ik bij Telstar terecht. Ja, dichter bij huis. Telstar, heb je daar gesolliciteerd? Ik bedoel, werd je gevraagd? Ze hadden in die periode al een hele bijzondere man aan het roeren, Pieter de Waard. Die excentriek figuur, maar wel een bijzonder type in het voetbalwereldje. Zeker, ja. Ja, dat was wel een uitzonderlijk type inderdaad, ja. Nog steeds. Ja. Ik spreek hem nog veel, we zijn een goed bevriend. Heel dichtbij, ik kon letterlijk met de fiets, dus dat is heel prettig. Ik heb daar gewoon gesolliciteerd en ik heb daar gesolliciteerd dat ik dus hoog zwanger was. Ik denk bij veel clubs dat het misschien wat uitdagend had geweest. Maar juist door Pieter de Waard, die dat juist toch wel bijzonder vindt. Die altijd op zoek is naar, laten we zeggen, de gemiddelde winkelstraat in zijn club. Wat toch wel uitzonderlijk is. Vond hij dit geweldig. Hoogzwangere vrouw en
Volgens mij had ik in mijn sollicitatiebrief letterlijk gezegd, als jullie ballen hebben, neem je mij aan. Dus dat vond hij wel mooi. Dat, zo'n type is natuurlijk wel, die met name dat soort uitspraken natuurlijk heel erg aanspreekt. Dat, en je was ook de eerste of misschien de tweede bij MVV, je zit ook met wie je samen op cursus hebt gezeten, een opleiding hebt gedaan. Dus dat is natuurlijk wel heel bijzonder, een vrouw als directeur bij een betaald voetbalorganisatie. Ja, en dat toen een commercieel directeur, die was er inderdaad nog niet. En ik ben ook veel in Zeist geweest als vervanging van Pieter, zeg maar. Plaatsvervangend algemeen directeur, zal ik maar zeggen. Ook heel bijzonder natuurlijk, hè? Want daar zit natuurlijk in feite een mannenwereld, denk ik. Of hele jongen die eraan komen, of het is een, maar zeggen met de grijze kopjes. Ja, klopt. Ja. Het is de een of de ander. Ja, en ik viel daar wel op inderdaad. Ja. Dus ik denk dat ze me zo ook gevonden hebben in Den Haag. Ja. Dat ik toch wel opviel in de wereld. Ja, wat het aardig was, op een gegeven ogenblik, 2023, dan staat ADO Den Haag op de stoep. ADO, niet de makkelijkste club, dat weten we uit de historie. Maar je zag toch een bepaalde uitdaging in, denk ik. Klopt, ja. Ik werd wel vaker gevraagd door clubs in die tijd. Maar ik had het gewoon heel erg naar mijn zin bij Telstra, dus ik zat daar goed. En Pieter had net aangekondigd dat hij weg zou gaan. Dus ik was daar in gesprek om algemeen directeur te worden. En toen kwam ADO op de lijn. En praten kan altijd natuurlijk, maar goed, in principe had ik mijn pad bij Telstra uitgestippeld en waren we lekker daar gesprek aan het voeren. Maar laten we zeggen, de vertegenwoordigers van de eigenaar, de grote aandeelhouder, die hebben alles in de strijd gegooid. En we hebben hele leuke gesprekken gehad. En elke keer als we gesprekken hadden, werd ik enthousiaster over waar we naartoe wilden met de club. Ja. Ik ken natuurlijk ook het verleden van de club en ik weet ook dat het geen makkelijke club was. Maar als ik zo hoor wat de plannen zijn en waar we naartoe willen en het bouwen van het nieuwe ADO waar we nu mee bezig zijn. Maar toen kon ik deze kans toch niet laten lopen. Nee, want daar ben ik steeds enthousiast van. Ja. Wat dat betreft, wat ook knap was in die tijd, want dat is ook heel nieuw voor ADO. Het werd allemaal heel goed geheim gehouden. Er kwam weinig van naar buiten toe. Terwijl normaal gesproken bij ADO het minst geringste, dat ligt op straat. Of er wordt iets gesuggereerd. Ja, dat heeft wel iets met onrust te maken. Dat vinden jullie als journalist waarschijnlijk heel vervelend. Maar we hebben het inderdaad goed stil weten te houden begin van het seizoen. En er komt eigenlijk... Joris, Matthijs en ik doen het echt samen. Hè. Hij is technisch directeur, ik ben algemeen directeur. We zijn samen gestart. We hebben ook allebei gezegd voordat we begonnen van we willen elkaar ontmoeten. Die klik moet goed zijn, want we gaan het echt samen doen. We komen binnen en een van de dingen die we tegen elkaar ook gezegd hebben. Wat dat betreft vullen we elkaar denk ik goed aan op karakter ook. Gewoon nette club, we houden de informatie binnen. We gaan netjes met mensen om. We houden onrust buiten. Allemaal dingen die toch best wel uitdagend waren in het verleden, zal ik maar zeggen. En daar hebben we op gehamerd vanaf de eerste dag. En ik denk dat het aardig gelukt is. Kijk, een voetbalclub kan je nooit waterdicht houden, helaas. Maar ik denk, als je kijkt waar we vandaan komen, dat het best goed gelukt is. Dat gold ook in feite, ook, je gaf het al aan, Joris Matthijs, niemand had daaraan gedacht. Wel iemand die ook volop ervaring heeft in de voetballerij. Mm-hmm. Doet het goed, komt goed over natuurlijk als je gaat praten met spelers. Hij heeft natuurlijk ook een geweldige achtergrond. Hij kwam een nieuwe bij de club. Maar ook een man die ook heel erg op de achtergrond werkt. Hè. Het is niet zozeer een technisch directeur die je iedere dag op het veld ziet of rond ziet wandelen. Hij is echt op de achtergrond goed bezig. En dat merk je in het Haagse. Ja, toch een heel stuk waardering voor waar ADO stond in juni en waar je nu staat. Ja, het is verschrikkelijk knap wat hij neer heeft gezet in een hele korte tijd. En vooral die aanloopfase waarin de druk van buitenaf best wel groot was. Ja, hè, zeker. Wat voor selectie hadden we nou begin van het seizoen eigenlijk? Nee, niks. En iedereen dacht, wanneer komt het nou? Ja. Maar Joris, ik vind het geweldig om met Joris te werken. Die blijft rustig en koelbloedig en die voert gewoon zijn plan uit. Ja, het risico zit er nou in. Hij doet natuurlijk hele goede zaken bij ADO Den Haag. Ja, dat valt misschien anderen ook op. Dan loop je het risico dat dadelijk anderen weer aan hem gaan trekken. Maar ik geloof dat hij wel naar zijn zin heeft bij ADO. Ja, ik wou zeggen, hij heeft dat heel erg naar zijn zin. De klus is nog niet geklaard. Nee. Het is ook wel een man die de klus wil klaren. Ja. Dus we zijn er nog niet. We hebben nog wat stappen te maken met de club.
Kijk, en in het voetbal weet je het nooit, maar volgens mij zit hij hartstikke goed en gaat het hartstikke mooi. Maar het was helemaal nieuw bij ADO, hè? Een nieuwe directeur, een vrouw in dat geval ook nog, een nieuwe technisch directeur, nieuwe eigenaar. Want ja, daar hebben we natuurlijk het verleden ook best wel wat tafereelen meegemaakt met, en ook deze eigenlijk hetzelfde, op de achtergrond. Je hoort niks, je ziet niks, maar er wordt natuurlijk wel, neem ik aan, volop gewerkt en gecommuniceerd met de eigenaar. Ja. Ja, dat is voor ons heel prettig werken, voor Joris en voor mij. Dus we hebben een groep van vertegenwoordigers vanuit de grote aandeelhouder. En dat zijn mensen die allemaal stuk voor stuk expert zijn op hun vakgebied. Dus dat is heel prettig schakelen. Hè. Er is één iemand die echt verstand heeft van het technische gedeelte voor de mannen. Er is één iemand die echt verstand heeft van het technisch gedeelte voor de vrouwen. En die contact heeft met al die clubs. Er is iemand die echt op financiën zit. Er is iemand die juist het contact met de CEO's onderhoudt. Ja. En dat is heel prettig werken, want daardoor kan je stap voor stap gaan samenwerken natuurlijk. Hè. Maar je hebt ook altijd een expert waar je mee kan sparren. En dat is heel prettig. En die staan voor ons heel dichtbij. Om de week komt er wel iemand van de vertegenwoordigers langs. Ja, ja. Dat zien jullie misschien niet altijd, nee, want die houden van de volgrond. Vandaar dat ik zeg, van het is ook zo prachtig dat mensen gewoon op de achtergrond werken. Ja. En dan hoor je ook verder niets. Die zijn ook helemaal niet op zoek naar die spotlight of die status of dat soort dingen. En dat vind ik juist heel prettig. Hè. Dat is een... Het voetbal vaak nogal anders, hè? Dat mensen dit doen om juist die aandacht op zichzelf te... En dat doen zij helemaal niet. Ze willen gewoon werk doen. Ja. En goed. Was je het begin niet een beetje, ook de reputatie kennende van ADO, en dan komt daar in één keer een bij de supporters met name, dan komt in één keer een vrouw aan het roer. Keek je daar niet vreemd tegenaan tegen met name de supporters van ADO? Niet op hun mondje gevallen? Het feit dat ik een vrouw ben in de voetbalwereld werk is voor mij normaal, hè? Want dat is mijn hele leven, zeg maar. Gewoon, dat is mijn bubbel, dat is voor mij heel normaal. Dat het voor anderen misschien niet normaal is, kan ik me voorstellen. Ik was ook wel benieuwd hoe er gereageerd zou worden. Ik had wel zelf met mezelf de afspraak gemaakt, en ik ben redelijk gedisciplineerd, om niet socials te bekijken, reacties lekker buiten mijn eigen scope te houden. En dat lukt ook tot op de dag van vandaag. Ik hoor natuurlijk wel van onze persvoorlichter af en toe hoe het ervoor staat. Dus ik ben wel op de hoogte. Maar ik laat me niet beïnvloeden door de dagkoersen, zeg maar, die er lopen. Ik had ook wel verwacht, misschien komt er wat reactie. Maar wat ik tot nu toe gehoord heb, is dat eigenlijk alleen maar positiviteit is. Dat de komst van Joris en mij heel goed ontvangen is. Dat mensen heel blij zijn met de rust en met de resultaten. Ja. Natuurlijk gaat het verschrikkelijk spannend worden einde van het seizoen. Maar dat is voetbal. Dat hoort erbij. Goed, hier in het Westen zijn ze over het algemeen allemaal niet op het mondje gevallen. Ik bedoel, misschien anders dan in Limburg of in Brabant. Mensen zijn vaak wat directer. Het kan ook zijn dat ze natuurlijk juist tegen een vrouw daar toch wat minder direct in zijn. Dat kan weer een voordeel zijn. Nou, ik heb wel de directheid gemerkt, hoor. Oké. Maar daar hou ik zelf ook wel van. Ik kan zelf ook wel direct zijn. Ik denk dat de mensen in Limburg mijn directheid ook niet zouden trekken, om heel eerlijk te zijn. Misschien wel iets netter of zo. Ja, ik kan me voorstellen dat ze zich iets netter proberen uit te drukken. Ja. Je bent iemand van die heel graag dat groepsgevoel wil creëren. Dan kom je niet, want je wil iedereen erbij betrekken. Dat is altijd moeilijk, want... Ja, je weet heel gauw zijn mensen dan op de pik getrapt omdat ze ergens niet bij betrokken worden. Dan kom je helemaal nieuw, dan is het best wel moeilijk, want ja, je kent niet alles en iedereen. Dan moet je ook op dat moment op een goede manier worden beïnvloed of althans worden geïnformeerd. Ja, en die overdracht was er eigenlijk niet. Nee. Gewoon... Daarom, je valt in het diepe bijna. Ja, want Reintje was er wel heel snel vertrokken. Ja. Ja, zeker. Joris is natuurlijk ook nieuw. Ik heb wel wat ervaringen met managementteam en dat is heel fijn. Dus daar komen we veel bij elkaar en daar hoor ik ook wel veel. Vanuit de vereniging, de HFC, hoor je vooral de historie natuurlijk. Ja. Ik hou ervan om veel, wat je zegt, met het groepsgevoel, maar veel met mensen in contact te zijn. Ik ben oprecht geïnteresseerd in de medemens, of dat nou... De supporter, sponsor, de burgemeester of journalist is. Dat maakt me niet uit. Ja. Vind ik allemaal mooi. Dus als je veel met mensen praat, althans als je veel luistert, dan leer je snel de club kennen. Dat gaat best wel hard. Ja. Groepsgevoel, dan is het heerlijk als je nu mensen redelijk dicht om je heen hebt. ADO functioneert op vier locaties. Ja.
heel moeilijk dan om soms op bepaalde groepen inderdaad dat groepsgevoel te creëren. Hè. De mannen zitten op reiswerk en de vrouwen trainen daar trouwens ook. Het kantoor in het stadion. Ja. Dan heb je natuurlijk de meiden nog bij op Houtrust, bij Scheveningen. En de jeugd op de aftrap. Ja, goed, ik begrijp de wens. Je legt hem gelijk bloot. Ja, dat is een uitdaging. Ja. Ja, dat is een van de eerste dingen waar we mee aan de slag zijn gegaan. Om te kijken of we dat dichter bij elkaar kunnen brengen. En ik denk dat iedereen gelezen heeft dat we heel druk zijn met de mannen richting Zuiderpark krijgen. Het liefst hebben we iedereen in één keer die kant op. Maar dat is niet zomaar mogelijk. Uiteindelijk zitten we daar ook met een beperkte ruimte. Ja. Maar de komende weken wordt heel erg spannend of het allemaal rondkomt. Of we inderdaad volgende winter met de mannen. Dat lijkt me wel heel erg ambitieus, eerlijk gezegd. Want ja, goed, we zijn ook ambitieus. Dat mag natuurlijk. Maar goed, ik bedoel, dan moet er nog een klap gegeven worden. Ja. Dan moet men nog beginnen. Er moet nog een clubje uitgeplaatst worden. Ik denk dat dat het minst grote probleem is trouwens. Hoe dat zo'n clubje, maar goed. Ja, we zijn er nog niet. Nog een aantal hordes te gaan. En dan moet er nog wat neergezet. Alles onder tijdsdruk. Dan moet er nog wat neergezet worden. En ja, wat neerzetten, dat vraagt natuurlijk ook best wel een financieel... Het zal niet goedkoop zijn om daar natuurlijk ook wat nieuws te bouwen. Nee. Ook een hele uitdaging. Dan gaan we voor modulair bouwen. Dus dat is volledig duurzaam en redelijk snel gebouwd, zeg maar. Hè, in de plaats van de letterlijke baksteentjes plaatsen. Dus daar zijn we al redelijk ver in. Ja, ja. Goed. En belangrijk ook dat ook inderdaad de communicatie met de gemeente wat dat betreft gewoon weer goed is. Dat zie je ook. Na ellende in de wedstrijd toen Excelsior is dat ook met de lokale driehoek allemaal weer in het reinen gekomen. Ja, dat stond allemaal onder druk natuurlijk. Maar je ziet dat vorig jaar is dat eigenlijk heel goed gegaan met supporters. Geen excessen, geen gedoe bij de thuiswedstrijden. En dit jaar ook complimenten naar de supporters. Thuiswedstrijden verlopen echt heel erg goed. Ja. Zeker als ik hoor wat er bij collega's in het land wel eens gebeurt. Denk dat het wel een schouderklopje waard is. En dan merk je ook dat het contact met de gemeente weer een stuk makkelijker wordt. Ze komen veel langs, wethouders, burgemeesters, landelijke politiek ook. Afgelopen maandag ook weer een Kamerlid op bezoek. En je ziet dat het stap voor stap die banden aangehaald worden. En die heb je ook keihard nodig. Ja, je zegt wel, de supporters verdienen ook dat compliment. Normaal ben ik dan geneigd te zeggen, ja, maar het is toch normaal dat je je goed gedraagt? Ja, was het maar zo. Dat, moet, je toch eigenlijk, dat moet toch niet iets bijzonders zijn? Helaas is het tegengestelde waar in Nederland op dit moment. Ja. Ja. Ja, hoe triest is het dan? Want er kwam in één keer in de media weer wat ellende bij Rode JC uit. Dat past dan weer helemaal niet in op dat moment hoe ADO staat. Dat, nee. Ja, daar moet je dan op een gegeven moment, schrik je dan weer even van. Of waarom moet het dan weer? Zonde, hè? Ja. Ja, en ik ben ervan overtuigd dat de mensen die dit doen, dat niet de supporters van je club zijn. Maar zie maar eens het onderscheid te maken. En dat is de uitdaging natuurlijk. Ja. De echte supporters willen dat ook niet. En die doen er alles aan om dat tegen te gaan. Goed, je ziet het wel. Ja, we hebben nu een jaar van ellende gehad. Er is nu een bepaalde rust in de tent. Mensen zijn allemaal positief. Toeschouwersaantallen zie je toch langzaam stijgen. Maar dat zou je nog liever sneller willen gaan. Dat neem ik aan. Dat is Zeker. Wel een belangrijke bron van inkomsten. Ja, dat stadion moet gewoon vol. Ja. Ja. En niet alleen de inkomsten, maar ook de sfeer en de beleving. En ik besef me heel goed dat we natuurlijk te maken hebben met de kaartrestricties. Ja. Vanuit de veiligheid sinds het incident 2 jaar geleden. En we zijn nu midden in pilot om dat stap voor stap weer wat los te kunnen laten. Juist bij lage risicowedstrijden. De eerste wedstrijd, Jong Ajax, hebben we dat gehad. En hebben we ook gezien dat best wel veel mensen gebruik hebben gemaakt van die optie. Wel, ja. Dus je ziet dat gaat groeien. Maar dat moet natuurlijk ook gestaag groeien. Want we willen ook dat het goed gaat. Dat willen we allemaal. We willen niet dat het misgaat. Dus we moeten dat goed monitoren en langzaamaan stappen met elkaar maken. Dat heeft natuurlijk alles te maken ook met resultaat natuurlijk. Hè? Dat rust in de tent en ook toeschouwers die komen kijken. Deels, maar aan de andere kant ook hoe we de organisatie neer hebben gezet afgelopen jaar. En daar zijn we echt grote stappen aan het maken. Ja, het moet een gezellig avondje of middagje uit zijn bij ADO. Ja. Het hele gezin, hè? En alles gewoon goed en veilig geregeld, waardoor iedereen zich prettig voelt in het stadion. Ja. Ik heb wel eens begrepen dat status zeg je al niet zo gek veel. Een nuchtere West-Friese. Ja, klopt. Opgegroeid in een dorp. Een boerendorp, een heel klein boerendorp. Ja,
Ja. En dan is het ons kent ons, iedereen kent elkaar. Dan is het niet zo interessant van wie of wat je doet, denk ik dan. Hè? Nee, doe maar gewoon normaal. Ja. 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 En dat neem je ook mee in je werk dan, ja. Denk ik. Hè? Die periode uit de jeugd vandaan, zeg maar. Ja, ja, zeker. Het is wel grappig, ik word wel vaker gevraagd voor cursussen en dat soort dingen om te spreken. En dan vraagt men ook altijd van, wat is nou de sleutel tot het succes of zo, weet je wel. Maar voor mij is het gewoon normaal doen. Geen gekke dingen doen, geen gekke uitspraken doen, geen gekke beslissingen maken omdat er dagkoers, omdat er druk op komt. Jezelf zijn gewoon. Gewoon normaal doen, ja. Ja, zeker. Als je dan terugkijkt op de afgelopen maanden, wat zijn voor jou dan vooral positieve punten die... die gerealiseerd zijn. Ik kan me dat voorstellen, integratie van het vrouwenvoetbal onder andere. Ja. En zo zijn er misschien nog wel meerdere. Ja, vanaf 1 juli is dat geïntegreerd. En dan is het formeel geïntegreerd, maar dan moet het echte werk natuurlijk nog gedaan worden. En daar zijn we echt dit jaar grote stappen aan het maken. Daar zie je wekelijks vooruitgang. Maar we zijn er nog niet, hè, want het is nieuw en mensen moeten daar aan wennen. Het zijn extra taken die er ook gedaan moeten worden. Maar dat is echt leuk om te zien. En zeker als we volgende week zondag spelen we tegen Heerenveen vrouwen. En daar willen we zoveel mogelijk mensen in het stadion krijgen. Nou, dat is ook het moment dat heel Den Haag kan laten zien dat ze achter de vrouwen staan. En dat we een aantal duizend mensen weer in het stadion hebben. En ze doen het dan goed, de vrouwen, de laatste wedstrijden. Ja, nog 1 puntje. Ja. Dan staan we vierde. Dus dat zeker, is, maar, dat is de target. Altijd de best of the rest, hè? Best of the rest. Ja. Twente, Ajax, PSV. Dus dat is heel leuk. Wat ook gaaf is om te zien, is dat we echt wel stappen aan het maken zijn met onze MVO-afdeling. En dus ADO is altijd voorloper geweest op sociaal maatschappelijk gebied. 12,5 jaar bestaan, hè, van de ADO in de maatschappij. 12,5, ja. Ja. En dat sociaal maatschappelijk is uitgebreid met het duurzaamheidstuk. We hebben er ook een nieuwe payoff met ADO Groen. En daar kunnen ook weer sponsors aan haken. En je ziet dat dat aan het groeien is. En een van de eerste acties die we hebben gedaan is de stadionlichten veranderen in LED. Ja. Dat is natuurlijk een investering, maar die energierekening is zo danig lager dat het gelijk oplevert. En tegelijkertijd een stukje beleving voor de supporters natuurlijk. Dus ja, dat soort win-win zijn we continu naar op zoek. Ja, en rust in de tent ook bij de HFC, ook inmiddels een nieuw bestuur, want daar rommelt het ook... De eerste maanden was dat wel onrustig daar. Hè. Er zat ook een interim bestuur en toen moest er een nieuw bestuur gekozen worden, een nieuwe commissaris gekozen worden. Maar je ziet dat het nu heel rustig is. We hebben een goed bestuur, goede voorzitter die ook de rust bewaart. En dat is wel heel prettig werken voor ons. Zeker. En een aantal strategische partners die we weer verlengd hebben. Dus dat is ook niet onbelangrijk. Ja, we zijn weer wat stappen aan het maken. Ja. Ja. Maar kijk naar de financiële situatie weer van de club. Ik heb het al eerder gezegd, een eigenaar die nauwelijks in de publiciteit verder komt, maar wel duidelijk een beeld heeft bij de club. En ook, laten we zeggen, ook achter de club staat. Ja. Ik denk dat het ook in deze situatie wel heel belangrijk is. Ja, het zijn echt professionals. Hè. Die wisten heel goed waar ze aan begonnen. Die wisten ook dat ze vorig jaar een flink tekort moesten bijleggen. Nou, de jaarverslagen zijn algemeen bekend. 7,2 miljoen bijgelegd vorig jaar. En dat doen ze ook gewoon. En dat doen ze dit jaar ook. Dus dat is heel prettig. Zeker waar ADO vandaan komt met die onzekerheid met aandeelhouders. Is dit een partij waar we gewoon 100% vertrouwen in hebben. En niet alleen bij ADO Den Haag, maar ook alle andere clubs. In Nederland of in Europa hebben ze 7 clubs. Daar zie je ook dat ze echt investeren en stappen aan het maken zijn. En in Amerika zitten ze op het hoogste niveau. Honkbal, ijshockey, basketbal. Volgens mij hebben ze ook nog een golfclub. Dat gaat om hele andere bedragen dat is in ieder geval dan in Europa. Maar... Wat rustiger en wat prettiger werken dan. Kijk, bij Vitesse die ook een Amerikaanse eigenaar waar het maar niet van de grond komt. En dan zie je de ellende die ontstaat bij een club. Ja, die zijn natuurlijk nog niet rond. Dat is lastig. Nou begreep ik dat daar een plan B redelijk actief is. Ja. Nee, dit is heel fijn. En ik snap dat onze achterban ziet het liefst hier de... aan de houder gewoon een mooi praatje houden voor tv, maar dat gaat hij echt niet doen. Nee. Blijft op de achtergrond, maar je ziet uit de track record met alles wat hij doet bij al die andere clubs en de vertegenwoordigers, de experts die erop staan, die laten geen club vallen. En die betalen gewoon netjes de rekening en die pakken clubs waar ze echt vertrouwen in hebben dat we een stap kunnen maken. En die potentie heeft ADO Den Haag natuurlijk ook. Ja, en die toekomst, want ADO doet natuurlijk mee voor de promotie. Dat kan rechtstreeks zijn, dat kan natuurlijk zijn, even als het tegen zit via de na-competitie.
wordt daar ook al met een eigenaar over gesproken? Want ja, dat is natuurlijk een heel verschil. Of je natuurlijk in de KKD dadelijk speelt of je speelt in de Eredivisie. Dat is heel moeilijk, omdat je nog niks weet, maar goed. Ja, er is wel wat op te doen geweest, ja. Hè? Vooral op financieel gebied. Clubs die concurrenten, zal maar zeggen, die het niet prettig vinden dat wij natuurlijk investeren in de winter om toch wel meer zekerheid te pakken voor promotie. Maar eigenlijk moet je het zo zien, hè? Dus we kunnen ons eigenlijk financieel niet nog een jaar in de keukenkampioendivisie permitteren. Ik kom zelf van een kleine club, hè, dus ik weet wat een begroting in de keukenkampioendivisie gezond prima kan doen, maar die van ADO Den Haag, die huisvestingkosten en dergelijke, die basiskosten. Vele malen hoger, ja. Daar kan je niet in de keukenkampioendivisie financieel gezond worden. Ja. We moeten promoveren. En het verschil alleen al in mediageld is al 2,5 miljoen op het moment dat we promoveren. Laat staan sponsorgeld, seizoenskaarten, horeca, et cetera. Dus als je zegt, ja, in de winter, ik noem een bedrag, 500.000 investeren. Dat is niks als je daardoor de kans groter is dat je daarna in de Eredivisie speelt. Ja. En dus je moet ook durven investeren. Je moet het doen, ja. Want je kan eigenlijk niet financieel gezond worden in de Eerste Divisie. En het blijft voetbal, hè. Dus je kan een promotie niet kopen. Nee. Ik denk dat Joris het echt verschrikkelijk goed heeft gedaan met een heel mooi team. Ja. Maar dan nog gaat het verschrikkelijk spannend worden, de laatste wedstrijden. Ja, want ze hebben natuurlijk op een gegeven moment een beetje veel punten verspeeld. Juist in een belangrijke fase. Dat is dan gewoon jammer. Maar goed, de mogelijkheden zijn er nog. Dus wij zijn wat dan ook positief. Je zei in het begin ook op een gegeven moment van, ik kom uit de voetballerij. Want ik heb natuurlijk zelf, ik voetbal zelf nog. Kom je daar nog aan toe? Het is met dit jaar 5 wedstrijden gelukt. Oké, toch wel. Op het veld of op de zaal? In de zaal. Nou, dat is allemaal weer jammer, want jij hebt natuurlijk een hele drukke agenda, dan schiet dat er een beetje bij in. Ja, je bent de meeste avonden met werk bezig en in het weekend. Ik wil het liefst naar alle wedstrijden, mannen, vrouwen, maar ook de thuiswedstrijden van de vrouwen. Dus er gaat zoveel tijd in zitten. Ja, zeker. En je mag ook een voetballiefhebber? Ja, en hij komt ook vaak. Oké, dat scheelt dan wel weer. Hè? Dat is wel belangrijk. Dat thuisfront ook een beetje om de sport geven aan jou geeft. Naar Roda bijvoorbeeld, dan zit je toch 3 uur in de auto. Het is wel lekker dat hij meegaat, dat we lekker samen gaan. Ja, zeker weten. Nou, wat is het belangrijkste wens voor de nabije toekomst? Promotie, die lijkt me duidelijk. Zuiderpark. Het zou echt mooi zijn als dat de komende weken doorkomt. Dat we volgende winter daarin zitten. En voor de rest, de club bij elkaar brengen. De rust houden. Financieel stappen gaan maken. En het stadion vullen. Kortom, er zijn nog genoeg uitdagingen voor uitdagingen genoeg. Voor Natasja. Ja, daar hou ik wel van. Ja. Goed zo. Nou, daar wens ik heel erg veel succes bij. En heel fijn dat je bij ons te gast wilde zijn. Dankjewel. Oké. Tot zover Studio ADO. Ik heb het al gezegd, komend weekend geen wedstrijdprogramma. Maar we zijn er natuurlijk volgende week weer. Want dan staat op het programma de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Graag tot dan. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door De Boer, maatwerk in keukens.